bollenkraam. Ik, maar nee, nu niet. Meisje weer, hè. Ik weet niet hoe ze heet, maar ik zie er heel vaak in. Mevrouw, ja? Wil u stoppen met filmen? Willen jullie dan de camera's weghalen? Wil u stoppen met filmen? Ik mag niet filmen. Nee, mag niet. Privacy schending. Dan moeten jullie de camera's weghalen. You should know that I won't leave you. I'll stay beside you. I'm never letting you go. You've been lost and alone in the city. Ja, lieve vrienden, het is vandaag alweer reeds donderdag. Ja, dat bedenk ik me nou net pas. Ja, ik dacht dat woensdag was, maar nee, het is donderdag, want ja. Maar in ieder geval, welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel, uiteraard. En ja, ik zat nog even mee in mijn hoofd. Ik denk, wat voor dag is het ook alweer vandaag? Donderdag dus, de 4e van de 5e. Dode herdenking. Oepsie. Ja, ik doe er niet aan mee hoor. Ja, ik zal stil zijn uit respect. Maar, en ik ga er ook wel naartoe. Maar niet voor mezelf, maar voor jullie. Om te vloggen. Ja. Maar in ieder geval, en dat is hier vlakbij, staat er een monument en daar ga ik even naartoe. En ik ken trouwens ook geen vlag half toch hangen. Maar had ik het al kunnen doen, dan had hij op zijn kop gegaan. Ja. Dus ja, maar in ieder geval, welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina de Beestenboel. Het is vandaag dus donderdag de 4e van de 5e 2023 en we leven om 12:10. Ik moet opschieten. De meisjes uitlaten, want ja, onze Wil die komt weer. Oftewel, Willy Wil wel. Vind ik toch wel komisch. En het was vanochtend eerst grijs, grauw, bewolkt en het was nog koud. Het was 8 graden en het gevoelstemperaturen waren 4 graden. Ik denk, hoezo 20 graden? Waar is die 20 graden? Is er nog niet hoor. Nee, want het is nou 11 à 12 graden. Ja, dus. Ja. Hoe en wat ze daarom willen, die weerschoot, ik weet het niet. Maar hier halen we de 20 niet. Nee, jullie zien het ook. Ik heb een vest aan en een jurk met lange mouwen aan. Dus ja. Wel heb ik net de kachel weer uitgezet. Die had ik aan omdat het hier beneden ook koud was. Nou, zoals maar 17,5 graden. Nou, dat is voor mij te koud. Dus dan doe ik hem aan totdat het 22,5 is. En dan zet ik hem weer uit. En hij komt ook dan niet meer aan de hele dag. Krijg ik het vanavond al koud? Nou, dan hangt een dekentje op die stoel daar. Doe ik lekker om mij heen en zo zit ik wel lekker voor de pc. Dus ja, dat dus, lieve vrienden. Dus ja, ik zou zeggen, geniet van alles met wat jullie gaan doen. Als Wil weer weg is of Willy, ja, ze heet eigenlijk Willy. Dus hoe moet ik haar noemen? Willy, ik vind, ja, ik hou niet van afkortingen. Hou ik niet van. Niet bij namen althans. Ja, er was ook een tijdje terug, die zei tegen mijn Cor, ik luister niet, ik heet geen Cor en het is een mannennaam, weet je, rot op, ik ben een vrouw, je kunt mijn naam of helemaal uitspreken, kan je dat niet, zeg je maar mevrouw, zo simpel is dat, ja, maar oké, ja, ik kreeg gisteren, ja, dat heb ik geloof ik al verteld, hè, dat ik verzekeringspapieren kreeg. Voor boosters die ik niet eens niet meer heb. 2 verzekeringsbrieven, brieven kreeg ik, 2 stuks. Met dezelfde inhoud, enkel de ene was dan voor de ene booster en de andere voor de andere booster. Voor mijn solo en voor die tropie. Waar moet ik ze herbergen? Dan zou ik er 3 hebben en dan moet ik er nog eentje erbij hebben. Ik heb er maar eentje, dus. Maar ik laat ze leggen, want ik ken Erwin lachen. Die ligt in een deuk dinsdag, echt. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen geniet ze en geniet een beetje met ons mee. En gisteren heb ik vragen vergeten te beantwoorden van Mirjam, maar ik heb ook weer een vraag van Cor erbij. Die moet ik nog eerst weer overzetten op de computer. Dus ja, komt allemaal goed, lieverd.
Dat zal hem dan wel... Nou ja, ik zet het straks al even klaar en dan komt het gewoon goed. Ja, want anders vergeet ik het weer. Ik moet het klaarzetten, anders vergeet ik het. I am so sorry. Maar komt goed, zeg ik. Ik zou zeggen, groetjes daar allemaal, overal. En veel liefde. Verspreid liefde. Doe het met liefde. Doe alles gewoon en geniet ervan. Met jou en uit jouw liefde. Ik zou zeggen, tot later. Ja, we gaan even een bakje koffie doen. Daar zit in. En daar zit in. Daar moet nog even melk bij. Dus dan pakken we een melk van de kou. Zo. Ja, want Willy is in huis. Ja. Ja, die is druk bezig. Hé, Willy. Hoi, hoi. En de meisjes die zijn buiten. In de tuin. Oh, lekker rustig. Druttelt op, ik. Ja, daar was die. En dat is één. En dat wordt nummer twee. Ja. En dan gaan we Willy testen. Zo. Eén koffie voor Willy. Dankjewel. En dan ga ik mijn koffie halen. Zo. Een bakkie koffie. Lekker. En zoals ik al zei, de meisjes zijn lekker bezig. Lekker van het zonnetje genieten. Heerlijk. Doen ze goed? Ja. Nou, mijn mobiel nog even halen. Die ligt hier ook nog. Zo. En daar waren we weer. Zo. Wat doe ik nou weer? Op de weg. Zo. Dus ja. Er wordt dus druk gewerkt. Het is bijna klaar. Dus ja. Komt helemaal goed. En dan gaan we vanmiddag ook even naar Nieuw den Helder. Want daar schijnt kermis te zijn. Is ook zo, want ik wist het. Het stond op een bord aangegeven, maar ik was helemaal vergeten. Nee, we gaan niet naar Mary toe, want die is er niet. En boodschappen doen. Ja, en jullie gaan gewoon gezellig mee. Ja, dat dus. En nee, het is geen 20 graden hier. Er staat 16 in het scherm, dus. Het zal wel goed zijn, denk ik zo. Maar 20 graden? Nee, dat is het hier niet. Lang en lang niet, nee. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet verder van jullie dag. Doe het met een lach. Gaan wij ook uiteraard doen. En ik zie jullie straks wel weer. Ze zeggen, tot dan. Doei, doei, doei. Zo, lieve vrienden. Nou, Willy die is weer de hort op. Die is weer richting de huis. Ik ga me klaarmaken om ook te vertrekken. Dan gaan we proberen om bij de kermis te komen. Want ja, ik heb hem niet al later. Dus het is me net weer van hoe ver komen we. Dat is allemaal weer
Ja, ik krijg allemaal Niels binnen en dat geeft geluid als ik geluid aan heb. Geluid uit, zo. En dan word ik afgeleid. Maar in ieder geval, lieve vrienden, we gaan proberen naar die kermis te komen. En ik moet dus boodschappen doen. Dat doe ik weer op de terugweg. Dus ja, waar het schip stranden gaat, dat zal hier thuis wezen, ja. En ik neem jullie er gezellig in mee. Dus deze camera ook. Het is mooi weer, het is lekker weer. Mijn mobiel gaat mee, want ik moet ook nog proberen ergens somewhere een leuke short te maken. Waarvan, hoe, wat, weet ik niet. Het is maar net, waar kom ik iets leuks tegen? Ja. Nou, we zullen het beleven. We gaan in ieder geval sowieso eerst richting Nieuwenhelder. Naar de Bremstraat, daar waar de kermis is. Ja. Dus ik zou zeggen, geniet ervan. Het is maar een kleine kermis. Het is niet zo ontiegelijk groot. Het staat op een parkeerterrein. Mogen daar geen auto's nou staan. Maar in ieder geval, ja, een leuke kleine voorjaarskermis. Laat maar zeggen, ik weet het anders ook niet. Dus ik zou zeggen, geniet ervan. En we zien elkaar... Gewoon, ja, wanneer, hoe laat het dan is, weet ik niet. Het is nou 15:40, dus het is al laat. Want ze kwam later dan ik had gepland, maar ze was met een raam bezig te lappen. En die keer zo moeilijk nat achterlaten, die moet ze wel afmaken. Dus ja, daarom was ze ook later hier en daarom is ze ook later begonnen. Daardoor is ze ook later weg. Dus ja, had ik even pech, dan moet ik ook later weg, anders had het wel weg geweest. Dus ik zou zeggen, geniet. En tot later. Hallo. Dag jullie lekker te slapen. Hé? Ja. Hallo. En daar ligt ook nog wat. En daar aan de overkant ligt ook nog wat. Nou, hier zijn we bij de kermis aanbeland. Dus kijk, gezellig mee. Oliebollenkraam, ik, wacht, nee, nu niet.
is dat Mary zo'n hele grote emmer met suikerspinnen heeft. Ja, ik zou het niet moeten, het is mij te zoet. Ja, ik vind dat zo niet lekker. En zoals vroeger, heel vroeger, had mijn moeder de echte kaneelstokken. Ja, die kocht ik dan altijd voor. Als ik ook even met mijn kinderen een rondje kermis ging, kocht ik er altijd even een voor. De echte ouderwetse kaneelstok. Ja, vond ik zo lekker. Nou, touwtje trekken, altijd prijs. Ja. Ja, hij zit daar in, dus ik kan even checken. Mooi flesje, man. Hey, is toch geweldig? Hoi. Ze zijn toen werden we weer door een fan gedag gezegd. Vlogaroma. Nou ja, wat wil je nog meer? Dat is toch leuk? Wat doe jij mee? Ja, dit is dan de kern van Niel den Helder. Ja. Groter is het dus niet, hè? Nee. En dan kennen we er alweer af. Hebben we het alweer gezien? Nou, dan is weer inpakken en wegwezen. Ja, ik weet het anders ook niet. Dus ik zou zeggen, tot later. Nou, lieve vrienden, nu zijn we weer in de stad. Bij Albert Heijn in de buurt, in het station in de buurt. Maar ik sta ook bij een beeld. Dat beeld, dat heeft voorheen daar ginds gestaan. Waar, nou, ietsje pietje verder dan die witte kap die jullie daar zien. Ik kan wel even inzoomen. Daar gaat die witte parasol, laat maar zeggen. En dan iets verder. Daar stond het beeld. En dat beeld heet Sil, de strandjutter. Ja. En eigenlijk kijkt hij uit over zee. Ik mis hem daar wel, waar hij eerst stond. Want ik weet niet anders dan dat hij daar stond. Maar nou dat hij hier staat, ja, achter mij, ook al staan er huizen voor, we hebben daar de zee, die kant op. Dus hij staat daar beter, hier beter tot zijn recht dan waar die eerst stond. Maar eigenlijk komt hij nog meer tot zijn recht als hij nog een keer zou verhuizen naar de dijk en dan bovenop de dijk neerzet. Net zoals op de Asseldijk met dokter Lely. Ja, Sil die behoort over de zee heen te gluren. Ja. Dus ja, hij is echt beautiful. Ja. Dit beeld, ja, dat zit als het ware in mijn hart. Ik vind hem echt heel mooi. En er staat ook op. De Jutter, een aangeboden ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de Helderse Ondernemersvereniging HOV 14. 1, geloof ik, 1993, geloof ik dat het staat. Even een beetje te ver weg. Maar dat maakt niet hoor. Hij is super. Dus ja, lieve vrienden, dat dus. Ja, en zoals jullie zien, heb ik daar al wat liggen. Dat zijn twee zakken, een kattengerit. Ja, dat is 2,99. En daar heb ik worteltjes in. Voor 98 cent. Dus ja, dat is lekker. Ja, nou meer heb ik hier niet nodig, nee, dus we gaan hier lekker even door. Wat had ik nou allemaal nodig? Brood had ik ook nodig, dus ja, een kar met spullen.
hebben weer. Goeie vriend. Goed, met u. Ook goed liever. Altijd goed, hè, dat weet je. Met het gaat. Of niet dan? Oh. Ja, kan ik niet zeggen. Ja. Nou, ik zie je wel weer. Doe je mama de groeten. Oké. Okay. Ja. Ja. Ook op. Jeetje, het is allemaal op, 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 op. Hoppa de pop, ik ben te laat. Oei, oei, nou ik heb er nog eentje liggen. Dus ja, dan wordt het ook morgen. Oh, wacht even, kijk, 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 kijk. Daar kan ik niet bij, 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 bij. Ik kan daar niet bij, 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 bij. Wil jij wat voor mij doen, schat? Kan er niet bij. Die broodjes. En dan mag je 4 zakken pakken. En dan in deze tas dumpen. Dankjewel, lieve schat. Geen probleem. Hou van je. Maar dat weet je al, hè. Nou, eten heb ik verder nog genoeg, want het was enkel de sowieso brood. Ja. En de kaarsjes bij. Ik heb de laatste van gepakt. Die moet ik ook nog even pakken. Maar dat is niet deze, aan deze kant. Dat is deze kant. Oepsie. Ja, dat is hier. Nou, dan nemen we er weer eentje mee. Zo, ook weer in. Dus ja, dan neem ik nog een kuipje smeerkaas mee als ik het goedkoper kan vinden. Ja. Die zijn dus. Ja, die zijn op. Ja. Nou, dat wordt dan van de week even weer kijken. Ja. En dan is ook niks aan het doen. Nee. Gewoon nog klaar. Heb jij even pech? Jij moet nog doorgaan. Ja, dat helaas wel, ja. Ja. Hey, gewoon pech. Gewoon nog even flink doorpakken. Dat doe je helemaal goed. Ja, dat kan. Ja, en proberen we er zo lekker door te komen. Ja, ik weet niet waar die hele grote flessen met sap staan. Of we die hier ook al hebben. Dat ik niet weten. Ja. Ja. En ik kan die draai ook niet pakken die kant op. Dat is even zien hoe ik daar moet komen. Ja, dan gaan we hier weer in. En dan gaan we nou hier in. Ja. €0,68. Nou ja, wie doet je wat, hè? Nou, moet ik het ook in die tas kwijt zien te raken. Maar niet op mijn brood. Want ik ook mijn brood niet geplet te hebben. Dus ik moet even zoeken hoe dat ligt. Zo. Nou, klaar ook. Zo, dan gaan we weer door. Ik wil eventjes naar de groenteafdeling bij de koelers. Maar
Dat is aan de voorkant. Hey! Hallo! Hoi, hoi! Ja. Kijk naar die flessen, die grote flessen, die hele grote. Waar de sap in zit. Misschien dat daar vooraan in die koeler staat. En nee, dat meisje weer, hè. Ik weet niet hoe ze heet, maar ik zie er heel vaak in. Ja. Wilt u stoppen met filmen? Willen jullie dan de camera's weggaan? Wilt u stoppen met filmen? Ik mag niet filmen. Nee, mag niet. Privacy schending. Dan moeten jullie de camera's weghalen. Als u hem niet, dan moet u uit de winkel. Nou ja, ik zal hem sluiten, maar ik let op de mensen. Ik film eigenlijk geen klanten. Dan heb ik hem zo. Ik wil dat u hem stopt. De vormer wil het zelf ook. Nou ja, dan sluit ik hem. Nou, jullie zien het. De zomer op de achtergrond. Nou, dat was eens, maar nooit meer. De laatste keer dat ik hier nog kom. Dan kom ik dus nooit meer naar binnen. Dus ja, Ellie zien jullie niet meer. En nog veel meer bekenden die er wel graag op wouden. Die zullen jullie nou vanaf heden niet meer zien. Want de FOMAR wil het niet hebben. Moeten ze de camera's al weghalen? Wordt ook niet gedaan. Is ook de wet van privacy. Ik sta erop. Nou, en ik zorg er iedere keer voor dat ik naar de grond richtte als het niet kon. Weet je, met klanten. Met mensen die het wel kon. Dan filmde ik gewoon. Nou, dat moet kunnen. Maar nee, het mag hier niet. Dus ja, dat dus. Ik zou zeggen, lieve vrienden. Er zijn meer winkels dan de FOMAR alleen. Ja, ik kan ook naar Nieuw-Delft vliegen hoor. Komt allemaal goed. Ik zou zeggen, lieve vrienden. Geniet verder van je dag. We hebben straks nog die dodenher, denk ik. Dat begint 7:50. Dus daar gaan we ook naartoe. Ik zou zeggen, geniet van alles. En geniet een beetje met mij mee. Ik zou zeggen, tot later. Ja, lieve vrienden, we zijn weer thuis. Er wil er eentje naar binnen. Nou, dat mag. Dat was meneertje Kandolf. Maar die komt niet naar buiten. Nee, want ik ga zo meteen de meisjes uitlaten. Maar de FOMAR, dat was de FOMAR. Ga er niet meer naartoe. Geen haar op mijn hoofd die daaraan denkt. Nee, ik laat me niet zo behandelen. Niet op die manier. Ja, jullie hebben het gehoord, hopelijk. Dus dat laat ik er gewoon in. Ik vind het niet normaal meer op deze manier. Ja, anders wordt u eruit gezet. Hoe? Hoe? Daar gaat je in hun hoofd. Echt, vooral die vent. En ik wil wel gewoon weten wie er heeft geklaagd. Die hadden naar mij moeten komen. Van mevrouw, ik wilde niet op. Hallo, je kwam er niet op. Dus ja. Hey, ik weet niet. Let daarop. Maar ja, in ieder geval. Ik ga zo met de meisjes lopen. En 7:50 moeten we bij het monument zijn. Dus het wordt een latertje. Ja, want het loopt nu tegen 17:45. 17:40, dus het is 17:30 geweest. Het is mooi geweest, dus ik ga met de meisjes even lopen. En dan even desnoods een sneetje brood, een broodje, want ik had de vis klaar gelegen. Omdat het was mij ontschoten van dood, denk ik. Ik denk, oh ja. Nou ja, die vis komt later op de avond desnoods. En ik moet nog een vlog in elkaar zetten. Dus nog hoop te doen. Ja, dus ik zou zeggen, geniet ze en geniet gewoon weer mee. Ja, dan zien jullie roosjes liggen. Witte en rode. En een zakje voeding. Dat werd even in mijn mandje voor de rollator neergelegd. En dat zakje werd in mijn handen geduwd. Van een hele lieftallige vrouw. Die op de gracht woont hier, waar ik altijd langs loop. Waarom? Omdat het morgen bevrijdingsdag is. Nou, hoe lief! Zijn toch lieve mensen even zo goed, hè? Ja, echt wel. Dat ik ben er heel erg dankbaar. Ja. Dus, ja. Ik ga ze in een vaartje zetten. Dus, en ik moet die tas nog leeg halen. Maar ik was eerst met de meisjes, dus aan het lopen, zoals jullie weten. En,
Ineens hoorde ik een klakson heel hard toeteren van een auto. Kijk, achter me, want het was achter me. Dan was het Karin. Dus Karin is ook weer in Den Helder. Ja, ja. Dus ja, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet van jullie avond en tot later. Want we gaan zo meteen ook met z'n allen even naar de herdenkingsdienst hier vlakbij. En dan komt het allemaal wel weer goed. Dus ja, neem een witte en ja, ik neem toch een bloemetje mee. Ik heb nou toch, ja, ik zou het niet doen, maar ach, waarom niet? Geven we er gewoon twee weg. Ja, zet ik deze bij mijn lieftallige mensen neer. Ja, zoals mijn mannetje. Komt helemaal goed, lieve vrienden. Ik zou zeggen, geniet en tot straks. Kijk je recht in.
de ogen. Loop niet weg, blijf staan. Het geeft niet als het je raakt. Er is stilte omdat jij geen geluid maakt. De stilte slaat een arm om je heen. Neem de tijd om stil te staan bij dit moment. Verleden, herinneren, herdenken. Stilte. Peter van den Berg.
5 mei, mevrouw Algra en de heer De Graaf. De stichting Herdenking 15 augustus. De Helderse schooljeugd, de leerlingen van het Lyceum AZ die dit monument hebben geadopteerd. Apostolisch Genootschap, Angela Tanke en Marianne Baas. Den Helder.
namens de Helse Historische Vereniging Jan Kikkert en Frans van de Wetering. Helderse Odd Fellows, de heer Kees Bolding en mevrouw Lydia Boerenkamps. De vrijmetselaarsloge Willem Frederik Karel. De gelegenheid om een persoonlijke titel bloemen te leggen. Stadsdichter Janijka Zomer.
kan in één klap anders zijn. Een hele stad in 150. Je kunt je huis kwijtraken en je hoop, alsof die twee eigenlijk hetzelfde zijn. Je kunt het stof van je afkloppen en nooit meer schoon worden. Je kunt zelfs de brokstukken bijeenrapen, alleen je geloof dat de mens in wezen goed is, wordt nooit meer heel. En je kunt je natuurlijk afvragen waarom, maar het antwoord ligt ergens bedolven onder steen en gruis. Je kunt op zoek naar iets van waarde en je moeder niet vinden. Wat je niet kunt, is ontsnappen, vergeten of ontkennen dat het ooit heeft plaatsgevonden. Je kunt de bevoorrechten benijden die dat wel, maar je weet meteen hoe laf ze zijn. Je kunt je niet gewonnen geven, aanvaarden of opgeven. Je kunt niet leidzaam toezien, zelfs niet als je handen slap als wilgetakken langs je lichaam hangen. Zelfs niet als je voeten zijn vastgeklonken in je diepste vrees. Je kunt misschien de eerste baksteen pakken en bovenop een andere leggen. Je kunt een fotolijstje vinden, een wandelstok, een houten trein en op zoek naar wie het mist. Je kunt iemand horen roepen en hem vasthouden, ook al had je hem nooit ontmoet. Je kunt elkaar bewijzen dat er goed in mensen is. Je kunt een leeuwerik horen en weten dat het toch weer ochtend wordt. Ik weet alleen niet of ik het kan. Mijn levenslust bijeenschrapen als die verspreid ligt door de straat. Mijn kinderen troosten als ik sterf van spijt dat ik ze niet kon behoeden. Ik weet niet of ik dapper kan zijn. Of ik mijn leven ooit nog op zou kunnen pakken als boeken die grotendeels verscheurd, verkoold of zoek zijn. Ik kan alleen maar stil zijn. Zwijgen op de plek waar klappen oorverdovend waren. Het gedruis een stad zou overstemmen. En ik kan alleen verwonderd zijn dat iemand daar de moed terugvond om te doen wat hij kon. Graag uw aandacht voor burgemeester Jan de Boer. Gezien, gehoord en erkend worden. Vorig jaar sprak ik met twee zussen, woonachtig in Den Helder, dochters uit de Sinti-familie. Zelf Sinti in hart en nieren. Het gesprek ging over de Tweede Wereldoorlog. Ze vertelden mij nog een onbekend verhaal over onze stad. Het gezin van hun toen nog jonge vader kwam kort voor de oorlog in Den Helder wonen op een klein kamp, Onderust, tegenover Fort Westhoeven. Toen de oorlog uitbrak, kwam het gezin in groot gevaar te verkeren. Want de bezetter startte ook de deportatie van zigeuners. Op dat moment werd het gezin door de Helderse burgemeester Ritmeester weggezonden. Niet naar kamp Westerbork, maar naar Ruurlo. Niet naar hun ondergang, maar naar Bleek, hun redding. In Ruurlo konden zij onderduiken. Er waren in het land meerdere kampen waar burgers gedwongen moesten evacueren, naartoe verhuisden als ze niet naar familie konden. Het gezin overleefde de oorlog. Vele andere Sinti en Roma niet. Na de oorlog kwamen zij weer in Den Helder wonen. Niet meer in een wagen. Dat durfden ze niet meer. Buiten zijn moeder, broer en zussen is vaders hele familie vermoord. Het is goed dat we anno 2023 ook weet hebben van deze geschiedenis. Want het gaat er uiteindelijk om gezien, gehoord en erkend te worden. Dat is het enige wat slachtoffers en nabestaanden vragen. Het gaat dan letterlijk om een luisterend oor, erkenning. Over de wijze hoe gebeurtenissen hebben plaatsgevonden. Onder welke omstandigheden en de plaats die zij zelf hadden aan, wat achteraf bleek, de verkeerde kant van de geschiedenis. De pijn die daarbij is geleden, de trauma's die later niet zijn verwerkt en de spanningen die de volgende generaties meekregen. Vandaag 4 mei herdenken wij alle Nederlandse slachtoffers die zijn omgekomen tijdens de Tweede Wereldoorlog. En burgers en militairen die stierven in oorlogssituaties en bij al die vredesoperaties daarna. Waar we ook gaan, we dragen de rugzak van het verleden met ons mee. Met erin een archief dat zijn weerga niet kent. Eén
is gevuld met herinneringen. Sommige persoonlijk, vele collectief. 80 jaar geleden vernietigden Engelse bommenwerpers in 1 aanval de gehele voorraad torpedo's van de Kriegsmarine. Hier vlakbij, op de marinewerf in Den Helder. Het was een van de zwaarste bombardementen in deze gemeente. Naast de enorme materiële schade waren er 39 dodelijke slachtoffers te betreuren. 19 februari jongstleden stonden we uitgebreid stil bij deze gebeurtenis. En ook hier viel het mij op dat de emotionele impact nog altijd groot is. Het verleden is dus niet iets van vroeger. Het verleden leeft voort in onze gedachten. Simpelweg door met elkaar te praten, door naar elkaar te luisteren. Dat heb ik het afgelopen jaar in Den Helder nog meer ervaren. Op initiatief van de Molukse gemeenschap en met steun van de gemeenteraad worden de grafrechten van de eerste generatie marine Molukkers die hier kwamen wonen en werken overgenomen. Daarnaast komt ook een gedenkteken. Decennia na dato zijn zij gehoord en worden zij niet vergeten. Onlangs is het onderzoek verschenen over de onteigening en het rechtsherstel van Joodse inwoners ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. Het onderzoek zegt iets over de rol van de gemeente in bezettingstijd en heeft nieuwe kennis en inzichten gebracht. Zo is en blijft het confronterend te lezen dat er destijds niet meer aandacht was voor het slachtofferschap van de Joodse bevolking vlak na de oorlog. Een breed gedragen erkenning zal pas jaren later komen. Tegelijkertijd is zorgvuldigheid geboden bij het vormen van een mening. Met de kennis van nu is het anders, misschien ook makkelijker, om te oordelen en te veroordelen. Hoe moeilijk ook, we moeten ons en zelf anderen proberen te verplaatsen, in een ander tijdsgewricht ook. Dat als het rapport 1 ding duidelijk maakt, dan is het velen in Den Helder onder de Tweede Wereldoorlog hebben geleden. Een stad bestaat uit steden. Een samenleving uit mensen. Laten we elkaar zien en erkennen. Laten we luisteren om de ander te horen en herdenken om niet te vergeten. Thank you.
heren, dank voor uw komst. En ik nodig u heel graag uit om in de Bethelkerk samen met ons na te praten over deze herdenking. Onder het genot van een kopje koffie of thee. En ik wijs u heel graag op de themamaand Den Helder, meest gebombardeerde stad van Nederland. Die deze maand allerlei activiteiten met zich meebrengt rondom herdenken en herdenken van de slachtoffers. Maar ook... Nee, ik heb ook twee bloemetjes, die gaan er ook even bij. Dan hou ik mijn stok ook al even hier. Ja. Soms kan ik er niet naartoe lopen, hè. Nou, succes. Succes ook. Zie je wel weer. Ja, denk hoor. Ik. Ja. Die gaan dus er ook even bij. En ik zal het achter de camera houden. Nou ja, dit is voornamelijk Corina en de Beestenboel voor mijn volgers. Hi, maatje. Ja, dat weet je, hè? Ja, precies. Hebben we dan. Ik kreeg vanmiddag voor het eerst... Ja, stel je eerst maar voor. Wie ben jij? Ik ben Brent van Regio Noordkop. Ik ben Peter van Aalst. Ja, maar jou ken ik, Peter. Sorry. Ja, precies. Dat kan ik ook niet helpen. Hey. Ik ben een vlogster. Ik ben Corine met IE en de Beestenboel. Beestenboel, kijk. Corine met IE en de Beestenboel. Perfect. Ja, lieve vrienden, toen waren we weer thuis van de herdenkingsdienst. Ja. En toen zag ik wat leggen, wat ik eerder vandaag niet heb zien leggen. In de tuin, nota bene. En ik zou een pakketje krijgen, maar niet vandaag. Maar morgen. Oké, dan ga je denken. Wie gooit die troep in mijn tuin? Ik dacht eerst dat het een lege doos. Maar nee, hij is dicht gezield, zoals jullie dat zien. En ik hoor kanden af, dus die ga ik even eerst binnen laten voordat we verder gaan. Wat moet je maar, jongen? Wat moet je mijn kereltje? Hé? Ja hoor. Mag ik even door, Elwin? Dankjewel, schat. Dus ja, die gaan we openmaken. En ja, wat er momenteel in zit, Joost mag het weten. Ik heb van alles en nog wat besteld. Maar ik had morgen pas het eerste pakketje verwacht en niet vandaag. Nee. Kijk, en weer zonder een schaar. Geen schaar nodig. Ik zou niet weten, Wafel. Nee. Het is maar plakband. Ja. Ja, toen ging het helemaal los. Ja, waarom ook niet? Even weggooien. In de prullenbak. Hup, voilà. Maar ik denk dat ik het al weet. En dat ik vanavond lekker kan lopen met mijn meisjes. Ja, hij is nou aan weerskanten. Opa, gedeeltelijk. Maar, ja... Oeh, het valt zo wat. Ja. Of nee. Nee.
Ruilen of rotoneren? Oh, nou ja, weet ik veel. Als die hele, ik hoop dat die hele is, want die gooit dan nou een pakket over de schutting heen. Als je niet thuis bent, doe dan een brief. Ja, dat zullen ze ook niet meer doen, hè? Maar, ja, wat zou dat zijn? Wat zou dat zijn? Ja. Dat zie je 1, 2, 3 niet, hè? Maar ja, nou zit hij daar ook nog dicht. En dat kijk, denk ik wel even met de schaar doen. Het is wel dun plakband, maar er zit gleufjes. Misschien dat het ook wel wil, weet ik niet. Nou, ik doe het even met de schaar ertussen. Ja, maar. Dat is één kant. Zo. Daar dat. Gartje dikkie. Ja, die is ook los. Die moest er even tussenuit. En die willen wel iets niet, maar ik ben ze de baas, niet andersom. Zo. Die kan wel weer even dicht. Ja, wat zou daar nou in zitten, hè? Begrijpen jullie het al? Ik wel, ik weet al lang al wat het is. Ja. Wat een klein apparaatje, zeg. Kanonnen. Ja, daar hoort het een en het ander bij. Dus, helemaal geweldig. Boekjes. Ook dat is geweldig. Ja, nou, dat gaat dat daar maar naartoe. En die gaat ook daar naartoe. En waarom eigenlijk? Als ik dat nou in dat doosje bewaar. Hup. Ja. Moet het allemaal wel willen, hè? Geen kant. Ja, nou zakt het erin. Hè? Boekjes kennen er hierbij in. Moet het ook allemaal maar willen. Nou, dat hebben we ook 1, 2, 3 niet nodig. Maar gebruik ik dit gewoon als een tasje. Dat kleine doosje. Zo, lift hij er weer tussen. Nou, kijk, koffertje. Een koffertje. Maar wat is dit? Ik weet het hoor. Maar nou jullie nog. Lijkt wel een spaarpotje. Nou ja, zo kijkt op de schouw hier. Nou, kijk. Die kan open. En die kan open. Daar schuif je een harde schijf in. Een externe harde schijf. En dan sluit je hem aan de computer. En dan kan je van alles en nog wat. Er komen dus ook nog harde schijven bij. Maar ook die zijn deur. Dus ja, dan moet ik weer eventjes mee wachten. Maar deze hebben we in ieder geval al. Ja, en daar ben ik heel blij mee. En mijn schoonzoon dankbaar. Dankjewel Roderick voor je hulp, et cetera. Niet dat jij betaald hebt, want dat, ja. Maar ik heb je al lang alweer terugbetaald, gelijk meteen. Ja. Ja. Dus dat komt allemaal goed. Ik ben er blij mee. En daar zie ik een knopje, daar zie ik, voor die adapter. En dat is de aan- en de uitknop. Dus ja, dat dus. Ja, toppie. Ja.
Nou, dan hebben we hier weer een doos. Nee, niet van Gent en Loos. Waar die wel mee is, kan mijn week ook niet eens. Maar in ieder geval, ik ben blij ermee. Dat was in ieder geval de helft voor moederdag voor mezelf. Ja, mijn man die kan het niet meer doen. Dus ik doe het wel uit mijn man's naam, koop ik wat voor mezelf. Moet toch kunnen? Ja. Dus, nou, heb ik een handig doosje desnoods weer om spulletjes in te doen wat naar een hoe noem je dat, een tweedehands winkel toe kan. Ja, hup, daar naartoe. Dus ja, lieve vrienden, ik moet nog eten, ik wil de televisie kijken, ik moet nog een vlog in elkaar zetten. Dus ik heb nog een hoop te doen. Dus ik zeg nou, gewoon, lieve vrienden, geniet verder van jullie avond. Dat ga ik ook op mijn manier doen. Ook namens de beestenbol die jullie hier al wel zien. Hè? Elwin en daar Rijka, dat zijn twee katten, Grit nog van de Vomer. En ik hoorde er iets blaren, die loopt daar. Ja. Ja? Wat is het? Ja, is het zo? Dus ja, dat dus allemaal. En voor later op de avond, zou ik zeggen. Welterusten, slaap lekker met mooie dromen. Uiteraard weer gezond uit je bed zien te komen. Moet ik ook doen. En ja, jullie weten het. God houdt over iedereen de wacht. En ik zeg dan graag tot aan de andere kant van de nacht. Tot dan. Doei.